hadden een video online staan waarin ook jongeren zeggen van ja, wij blijven gewoon feestjes houden. Moet je die niet gewoon keihard aanpakken? Nou, dat gebeurt ook. Kijk, jongeren die zeggen wij blijven gewoon keihard feestjes houden, daar zeg ik van hoor, daar ga ik het gesprek niet mee aan. Daar gaat gewoon de politie gaat, zoals dat heet, handhaven. Doen het voor de mensen die kwetsbaar zijn, mensen die al ziekte hebben, ouderen die de kans lopen om het te krijgen en daar niet meer uit te komen. En dan vind ik, als je dan toch een feestje geeft, dan ben je wat mij betreft een ASO. Een ASO, dat is niet een modern begrip, dat kennen alle generaties. Vink, moet je niet doen. Slimmer chillen, dat is coronakillen. Laten we dat doen. Ik zag een filmpje van u online voorbij komen met hippe teksten. Is dat nou een campagne waarvan u zegt van ja, hiermee willen wij jongeren motiveren om zich wel aan de maatregelen te houden? Die campagne is niet door mij bedacht. Ik denk dat hij er dan misschien ook anders een stuk saaier uit had gezien. Dus die jongeren hebben dat bedacht. En daar zijn ze zelf mee bezig. En het thema van de campagne is ook, bedenk zelf ook iets en deel dat. Dus bedenk zelf iets waardoor je inderdaad slimmer kunt chillen. Ja, weet u, we zitten hier op sociale media bijvoorbeeld. Ja, nou ja, dus je ideeën inderdaad. Kijk, we zitten hierin en we zullen hier echt nog wel even in blijven, in die anderhalve meter samenleving. Dus laten we dan met elkaar kijken en niet elkaar aankijken op de groep die je bent of de politieke richting of weet ik wat. Maar laten we met elkaar kijken, hoe gaan we dit op een leefbare manier doen? Slimmer chillen is corona killen. En blijf elkaar challengen met steeds betere ideeën voor slimmer chillen, want dat is corona killen.